De grote verrassing bij Museum De Fundatie in Zwolle, die volop in voorbereiding is voor de tentoonstelling van Giacometti en Chadwick, is een tentoonstelling van Juri Honing en Marieke van der Linden. Die staan ook naast mij, want ik kom ze misschien niet geheel toevallig tegen vandaag. Hè, want deze week zijn er veel mensen die jullie willen spreken. Juri, we kennen jou als jazzmuzikant, een hele grote. Je speelt de stadions vol, je hebt de Boy Edgar-prijs ontvangen. Dit is een heel bijzonder project voor jou in een museum. Ja, het was eigenlijk aanvankelijk een vrij wild idee van Marieke en mij. Wat ik voorgelegd heb aan Ralf, en tot mijn niet geringe verbazing, zei hij onmiddellijk ja. Zonder ook maar enige twijfel. Dat was eigenlijk een opsteker, dat was ongeveer 2,5 jaar geleden. Omdat de gedachte achter Goldbrunn was om een gesamtkunstwerk te maken met z'n tweeën. Als een soort reflectie op Europa, of zoals we het zelf noemen, a chapel for Europe. We zitten allebei heel diep in de Europese tradities en geschiedenis. En we vonden het heel belangrijk om, zeker in deze tijd waarbij er nogal getwijfeld wordt aan het belang van Europa, te laten zien aan iedereen wat het gebracht heeft en wat het gekost heeft. We lopen nu twee enorme zwarte gordijnen door, waar we ook bijna in verstrikt raken, en komen in een vierkante ruimte waar we jouw muziek horen, Juri. En waarbij we... Ja, weet je, ik word overspoeld door jouw beelden eigenlijk. Jij brengt misschien wel rust met de muziek, maar je beelden is... Ja, hè? Ja, maar Juri die heeft juist deze grote pietà gemaakt en ook het hart gemaakt. Dus hij is niet alleen maar de mede-ontwikkelaar geweest van deze tentoonstelling en alleen de componist, maar ook de beelden heeft hij helemaal gemaakt en hij heeft ook heel... Bij alle schilderijen, bij alles wat hier hangt, mee nagedacht over wat het betekent, wat voor onderwerp het heeft. Want we zijn heel zorgvuldig geweest in het uitkiezen wat hier wel en niet bij zou moeten komen. Want help me even door deze tentoonstelling, door deze ruimte. Dat is de Goldbrunn, die heb ik gemaakt, omdat we hebben een tijd nagedacht. Dus naar de titel van de tentoonstelling en het album. Het is een groot orgaan. Het is een levensgroot hart, opgeblazen, maar echt zoals een hart is. Dus alles klopt wat je ziet, dat hebben we allemaal in ons lijf zitten. Maar het hart in de middeleeuwen, dat is het hart zoals we dat kennen, zoals iedereen het tekent. Maar dat is helemaal niet zoals een hart eruit ziet. Dat wisten ze ook wel in de middeleeuwen. Maar het was een zo veelgebruikt icoon, dat de kerk durfde dat niet te veranderen. Dus die dachten, laten we dat maar vasthouden. Bovendien was het verboden om in lichamen te snijden in die tijd. Dus je kon dat hart er wel uithalen, maar dat mocht je niet laten zien, want dan had je iets gedaan wat niet mocht. Dus dat staat natuurlijk uiteindelijk voor de ziel, maar dan in een ware afbeelding. Oh, het is een soort van... Je kijkt inderdaad een bloedvat in met een rood lampje. Ja, en daar zit een... Daar zit de muziek in die je hoort. En die wordt dan aangestuurd met bluetooth naar de... speakers. Oh, mooi doordacht. Dus het hart stuurt de ruimte aan. Wauw. Marieke, ik zie een grote haai. Allemaal mensjes. Een dier. Het is een grote afbeelding, een schilderij op papier, hè, van 4 meter breed, bijna 2 meter hoog. Ja, het is olieverf op linnen zelfs. En wat je ziet is het lied Moriaantje. Het is een lied... Wat wij vroeger allemaal hebben gezongen, volgens mij. En wat ik toen onthield aan al die beelden die dan voorbij kwamen. Want wij leerden dan de uitgebreide versie. En Het gaat Moriaantje zo zwart als roet. Ja. Ging uit wandelen als zonder hoed, met zonder hoed. Maar de zon scheen op zijn bolletje, daarom droeg hij een parasolletje. Maar het parasolletje was te duur, daarom liep hij naar de schuur. Maar de schuur die was gesloten, daarom liep hij naar de boten. Maar de boten begonnen te roeien, daarom liep hij naar de koeien. Maar de koeien begonnen te schoppen, daarom liep hij naar de poppen. Maar de poppen begonnen te slaan, daarom liep hij naar de maan. Maar de maan die begon te draaien, daarom liep hij naar de haaien, maar de haaien aten hem op. Ja. En toen? Dat beeld kwam helemaal terug bij mij. Ik dacht, ik moet dat gaan schilderen. Want het is zo heftig dat je dat als kind instudeert.
En waarin dan zo'n arm zwart jongetje, wat het veel te heet heeft, in plaats van dat hij bescherming krijgt, wordt geschopt en geslagen en vernederd, weggestuurd. En uiteindelijk eindigt hij dus in zee bij de haaien. Net zoals je nu de vluchtelingen in zee ziet drijven in de Middellandse Zee. He, of die, al die mensen die hier graag willen komen wonen in Europa. En dat is zo hardvochtig, dat lied. En ik dacht, ja, ik wil het wel over Europa en de vluchtelingenproblematiek. Ik vind het belangrijk, want het is nu echt zo'n enorm thema, die migratie, om het daarover te hebben. Ja, het is echt Europa, ja, hè? Het is Europa. Echt Europa. En op Europa willen zijn. En wij zijn op Europa. Wij zijn hier geboren. Maar wie heeft hier gestaan? Dat is echt een voorrecht. Dus je kunt het niet links laten liggen. Maar de werkelijkheid is zo verschrikkelijk op televisie en overal. En dat kun je helemaal niet. Dat moet je niet gaan willen uitleggen of benaderen of erger maken dan dat het is. En toen dacht ik ineens aan dat lied van met die poppen. Die zag ik altijd helemaal voor me als kind. En dacht, ziet het dan uit? Poppen die gaan slaan. En wat is dat eigenlijk? En dat heb ik allemaal dus op een enorm doek opgeschilderd. En wat mij betreft is het liedje Moriaantje, staat dat voor mij voor Europa, ook Europa en dan de niet goede kant. En het spiegelbeeld wat je daar ziet, dat is het gezicht van mijn oudste zoon, die stevig bijverdient, mag ik wel zeggen, als model in de internationale modewereld. Dat doet hij niet omdat hij geïnteresseerd is in mode, want dat interesseert hem niets. Hij studeert liberal arts en science en hij is van plan, van zins, om iets tegen de wereldwijde armoede te gaan doen. Maar hij is eigenlijk het tegenovergestelde van een narcist, dus het is ook een soort dubbele ironie waar je naar zit te kijken. Hij vond het zelf trouwens erg leuk, we hebben natuurlijk dat laten zien.